Hey, welkom bij Root Bovemij. Bovemij helpt de mobiliteitsbranche succesvol ondernemen door consumenten te helpen aan betrouwbare mobiliteit. In deze miniserie ga ik langs elke locatie. Ga je mee? Hoe draagt wat jullie hier in Nijmegen doen bij aan de missie van Bovemij? Nou, met de oplossingen die we bieden helpen we klanten groeien. En eigenlijk brengen we de branche en de consument dichter bij elkaar. Oké, en met hoeveel mensen doen jullie dat zo hier? In totaal zijn we met zo'n 800 medewerkers en hier in Nijmegen zo'n 550. Wat doe jij zoal op deze locatie, Wouter? Ik ben UX-designer, werk op de tweede verdieping. UX-designer, user experience. Hou me bezig met hoe de gebruiker de website ervaart, hoe die zo makkelijk mogelijk tot zijn doel kan komen. Hij komt bij ons op de website, heeft een vraag voor mobiliteit en dat moet hij eigenlijk heel makkelijk kunnen vinden en daarin bediend kunnen worden. En dat is mijn taak. Hey, er zit enorm veel talent hier op de Zuidas in Amsterdam. We zijn hier om specifiek te zijn op de Boelenlaan. Ja. Maar wat doet dat talent zoal hier? Wij doen eigenlijk allemaal slimme dingen met data. We hebben een nauwe samenwerking met RDW. Daarnaast maken we slimme software. En we hebben via BOVAG waar we de consument bedienen. En via Bovemij waar we de mobiliteitsbedrijven bedienen. Nou, al die bronnen aan data die verbinden we met elkaar. En dan halen we slimme inzichten uit. Vandaag zijn we in het prachtige Grotebroek op de locatie van Emra, de specialist in tweewielenverzekeringen. Hier gaan we Merel Visser ontmoeten. Ik pak het laatste stukje even met de fiets, want dat is wel zo toepasselijk. Hey, hey. Maar wat maakt het in zijn algemeen zo tof om voor Emra te werken? Ja, wat ik zo fijn vind aan Bovemij en Emra is dat ze openstaan voor verandering. Dus zie je iets waarvan je denkt, nou, het kan beter, makkelijker of sneller, geef het aan en waar mogelijk wordt jouw verbeteridee geïmplementeerd. Gaaf, dus je hebt echt invloed. Ja, zeker. Ja. Leuk om hier te zijn bij de meest noordelijke locatie van Bovemij, ja. Eigenlijk wel, in Assen. Ja. Wat doen jullie hier zoal eens mee? Wij zijn de grootste garantiedienstverlener in Nederland. We ontzorgen kleine en grote mobiliteitsbedrijven. En dat doen we eigenlijk door gestandaardiseerde en maatwerkoplossingen te bieden. Eigenlijk kun je zeggen dat het hele garantie- en claimproces uit handen nemen. En ook de communicatie met de consument, die nemen wij ook over. Oké, dat is heel veel. Ja, zeker. Ja. Vandaag maken we een bezoekje over de grens. We zijn namelijk in Kaarst-Bütgen, Duitsland. Hier in Kaarst-Bütgen gaan we Astrid Tiefers ontmoeten. Ik ben erg benieuwd, dus laten we snel beginnen. Hey, een tijdje geleden waren we dus bij Emra in Nederland, mm-hmm. In Grotebroek. Doen jullie exact dezelfde dienstverlening? Nee, niet helemaal hetzelfde. Zoals ik al zei, wij richten ons specifiek op e-bike en fietsverzekeringen. Emra en Grotebroek die hebben ook bromfietsverzekeringen en verzekeringen voor scootmobiels. Ah, oké. Okay. Dus, en ja, natuurlijk, wij bewerken alleen maar de Duitse markt. Ja, 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 dat spreekt voor zich inderdaad. Dat was het weer. Kaarst. Dit was tevens de laatste uitzending van Root Bovemij. Een mooie afsluiter dus. Wil jij op de hoogte blijven van alle Bovemij-locaties? Blijf onze pagina dan vooral volgen. Hoi, hoi.